Oh! Kijk hier, dat kan toch niet? Caramba! Dat kan toch niet, hé? Is het op een gegeven moment klaar, toch? Nee, nee, hij moet stilleggen, scheidsrechter. Hé! Hey! Vals spel, hè? Ik zag wel goede collega's. Het wordt gezellig, natuurlijk is het belangrijk, maar het gaat erom dat we gewoon allebei keihard werken. En dat doen we ook. En als je hard werkt, heb je ook weer plezier. Dus ja, dat is eigenlijk een win-win situatie. Nou, en we houden Erwin scherp. Nou, en je ziet dat Erwin eigenlijk met de wedstrijd beter wordt. Dus ik denk dat, ja, dat wij het gewoon goed doen. Wij doen ons best om, ja, om te laten zien dat je goed bezig bent. En doordat wordt Erwin ook beter. En eigenlijk meer kan je niet doen. Ik heb 12, 13. De eerste hole is duidelijk, hè? 3-12. Dus de kop is eraf. Ja, ik ben niet goed begonnen. Maar is nog vroeg. De kosters komen meestal wat later, dus. Ja, is het zo. Je zit al vanaf 2008 bij de selectie. Feyenoord. Ja, prikt dat het niet bij jou dat je nu echt wel een keertje voor de eerste positie wil gaan? Ja, als je, maakt niet uit als je amateur of prof bent, wil je altijd spelen. Ja, dat wil ik ook graag. Maar ja, wat ik ook al gezegd, ik doe mijn best op de trainingen, met tweede ook als ik moet keepen. Je moet gewoon laten zien dat je aanwezig bent en verder moet de trainer beslissen wie gaat spelen. En ja, ik ben hartstikke tevreden met mijzelf. Ik doe gewoon mijn best en ja, gewoon geduld is ook belangrijk. Ronald, hoe goed is Kostas? Ja, wat is goed? Je kan alles van het keepersvak beheersen. Maar stel dat Kostas eerst wedstrijd in Feyenoord 1 gaat spelen en hij maakt 3 fouten, dan zegt iedereen van die Lamproek kan er helemaal niks van. Op de training laat hij zien dat hij goed kan keepen. Dus ik denk, mocht de kans komen dat hij het eerste kan, dan is hij er klaar voor. En dan, ja, dan moet hij zelf laten zien dat hij goed genoeg is voor Feyenoord. 2-2, hoe gaat het, Ronald? Gaat goed, ik ben wel heel erg nerveus. Kostas maakt me echt heel moeilijk. Maar ik heb gelukkig net de stand gelijk kunnen maken. Dus ik heb weer vertrouwen voor de volgende hol. Ik ben op mijn 17e bij 1 gekomen, tot mijn 21ste. Dus ik heb in principe 4 jaar kunnen wennen aan het niveau. Nou, toen ben ik verhuurd. Helaas, door omstandigheden is het niet geworden wat het moest worden toen. Dus ja, Kostas zit ook op dat moment. En wat ik zeg, hij moet zichzelf af gaan vragen, wat wil je? Is het leuk om tweede keeper van Feyenoord te zijn of ja, ergens gaan spelen wat een mindere club is? Als eerste heb je gewoon geduld, maar toch als de kans niet komt, dan wil je zelf wat anders doen. En ja, misschien is het belangrijker om een stapje terug te maken en dan na een paar jaar of na een jaar om 2 stappen naar voren. En ja, de kans is wel aanwezig. Dat, als de kans niet komt, dan is het mogelijk dat ik misschien ergens anders moet gaan spelen. Oh! Erg jammer. Hey, scheidsrechter. Nee. Hij moet hem weghalen. Dat is gewoon een punt. Nee, hij was er langs. Hij gaat er tegenaan. Nee, hier ging hij. 100% niet. Ging hij, ik zweer het. Hier ging hij. Scheidsrechter. Kap. Scheidsrechter. Maak ik een punt, vergeet hij het vlaggetje eruit te halen. He? Waardoor die bal via het vlaggetje eruit gaat. En nou strijkt hij met de eer om deze hol naar zich toe te trekken. Ongelooflijk. 4-2 is terecht. Misschien en de tweede punt. Ondertiteling hieronder. En de tweede punt. We staan er helemaal niks van. En de tweede punt
Je kan inzoomen straks. Je kan zelf zien dat de bal via aan de zijkant weg is gegaan en niet via de vlaggetje. Nooit. Soms roept hij wel eens van die hele gekke Griekse woorden. Gooit hij het op het veld. Die versta ik niet. Dus dan laat ik hem maar een beetje gaan. Maar ja, het is, hij zit wel eens vol met temperament. Ik denk dat hij daar een beetje moet minderen. En een beetje daarin wat stabieler worden. Ja, het is gewoon temperament. Maar ik ben ook eigenlijk jong in Nederland gekomen. Ik heb alles achtergelaten voor voetbal. En ja, dat heb ik zelf van gekozen. En je wil gewoon slagen daarin. En daar wil ik gewoon alles voor geven. Wacht. Oh, attent, liever. Waar denk jij dat Kostas kan eindigen? Ja, dat is niet te zeggen. Dat is echt niet te zeggen. Blijft hij fit? Blijft hij 100% geven? Maar als hij zo doorgaat, dan verwacht ik wel dat hij Topos Eindhoven. Nee joh, nee ja, hij moet geluk hebben, wie weet gebeurt er wat en speelt hij binnen kortste keer in de Kuip en wie weet blijft hij nog 2 jaar op de bank zitten en dan moet hij echt goed gaan nadenken wat hij wil. Ja, waar moeten we heen? Nee, dat is 1. Hier daar of zo? Nee, wat is dat? Ja wel, ja, over het slootje, schitterend. Dit is de beslissende, ja. We leggen heel close bij elkaar. Lijkt me leuk om op mijn oude dag nog te winnen van zo'n jonge jongen. Dus ja, als hij niet van zo'n oude man kan winnen, dan heb hij een probleem eigenlijk. Gezellige middag en ik ben de morele winnaar. Gezellige middag en helaas heb ik het weggegeven.